Woensdag 15 maart mogen we weer allemaal naar de stembus voor de Provinciale Staten en het Waterschap. En daarom hebben we alle lokale provinciale kandidaten uit Horst en de Maas uitgenodigd om bij mij aan te schuiven aan tafel om eens goed te discussiëren. Iedere kandidaat krijgt 5 minuten de tijd op de wekker om zijn of haar standpunten waar te maken. Dat doen we aan de hand van witte loodjes, en de witte zijn voor de algemene onderwerpen. En de rode loodjes zijn gericht op per partij. Dus laten we gaan beginnen. Welkom bij het 5 minuten gesprek. Nou, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, stel u voor. Ik ben Paul Geurt. Ik ben geboren in Horst aan de Maas, in Horst eigenlijk. Ik woon op dit moment in Berkelsbroek en ik ben 70 jaar. Oké, welkom. We hebben een aantal loodjes voor klaarleggen. Ja? De rode loodjes zijn gericht op de SP en de andere zijn wat algemener. Als u een loodje pakt, dan gaan we de wekker aanzetten op 5 minuten en dan gaan we beginnen. Oké. Okay. Mag je eerst een rood loodje pakken? Solidariteit staat hier. Solidariteit. Nou, ja. Breek los. Nou, solidariteit is een basisprincipe van de SP. Solidariteit wil zeggen dat je samen met mensen dingen oppakt. En soms hebben mensen pech en dan loopt het niet goed. En dan is het van belang dat de mensen die wat meer geluk hebben gehad, dat die mee samenwerken met die mensen die wat meer pech hebben gehad. Dat moet je op heel veel terreinen moet je dat regelen. Een voorbeeldje. Energie is op dit moment een heel belangrijk thema. Zeker. Mensen die in een sociale huurwoning wonen. Over het algemeen zijn dat mensen die wat minder inkomen hebben. Als je nu kijkt naar Horst en de Maas bijvoorbeeld, maar dat geldt provinciaal precies hetzelfde. Dan krijg je allerlei subsidieregels. Maar vaak moet je, als je zo'n subsidie wilt hebben, moet je zelf heel veel investeren in... Zelf ook investeren in voorzieningen, bijvoorbeeld zonnepanelen of dat soort zaken die dus ertoe kunnen leiden dat je minder energie gebruikt. Of in ieder geval minder betaalt. Wij vinden dat je veel meer regels moet maken. Dat ook mensen die wat minder inkomen hebben, ook die zonnepanelen kunnen hebben. Dat betekent dat je gewoon zonnepanelen op daken legt. En juist bij sociale huurwoningen is dat heel subsidieachtig. Ja, maar dat kun je er gewoon betaald doen. Dat levert namelijk heel veel op. Juist sociale huurwoningen die vaak wat minder goed geïsoleerd zijn. Als je daar voorzieningen treft, levert dat veel meer op dan bij mensen met besparingen bedoel ik dan, van energiegebruik. Als bij mensen die al redelijk in de slappe was zitten. En dat is dan een vorm van solidariteit, want dan ga je uit de belastingopbrengsten die ook de provincie heeft, ga je dan betalen om mensen die wat minder geld hebben ook te kunnen betalen. Dat is een belangrijk item en daarmee creëer je dus solidariteit. Ja. En onlangs zijn er een aantal peilingen bekendgemaakt, hoe het er nu voor staat. SP staat er niet slecht voor. Nee, we winnen als het is en binnen de peilingen die er nu zijn staan we op de derde plek van wat grootte betreft. Heel mooi, maar er is maar één uitslag en dat is op 15 maart. En die geldt en niet alle peilingen. Dus dan moeten we toch blijven afwachten. Maar ik hoop dat veel mensen in ieder geval op de SP gaan stemmen. Dat mag duidelijk zijn. Mag u een wit algemeen loodje trekken? De natuur. De natuur. Ja, heel belangrijk item. We weten allemaal dat het met natuur op dit moment niet zo goed gaat. Er zijn onlangs nog belangrijke onderzoeken gedaan. Ook de provincie Limburg moet nog een document publiceren over de natuur. Heel belangrijk item op dit moment, vooral in verband met de stikstof. We weten allemaal dat de algemene opinie is dat er te veel stikstof uitgestoten wordt. En dan wordt er vaak gekeken naar de boeren. Tuurlijk, boeren stoten ook stikstof uit, maar naar onze mening wordt er toch te weinig gekeken naar andere bronnen van stikstofuitstoot. Als je bijvoorbeeld bekijkt Rockwool in Roermond, dat is de grootste ammoniakuitstoter van Nederland. En als je ziet hoe die aangepakt worden, dat gaat met fluwelen handen. En dat is toch niet zoals wij dat graag willen zien. Ik vind dat je daar gelijke monniken, gelijke kappen moet doen. En als jullie wat op het vorige onderwerp, solidariteit, mensen die het wat minder breed hebben en natuur... Wat is dan voor jullie belangrijk? Nou, als je naar boeren kijkt bijvoorbeeld, hè? Heel veel boeren, toevallig is in de melkveesector iets de laatste tijd wat minder, want die krijgen een redelijke prijs wat melk betreft. Maar over het algemeen hebben boeren eigenlijk een veel te laag inkomen. Dat komt omdat ze een slechte positie hebben ten opzichte van de supermarkten, hè, wat onderhandelingen betreft. En die supermarkten die profiteren enorm aan, betalen eigenlijk veel te weinig aan de boeren. Wij vinden dat de boeren veel meer zouden moeten gaan verdienen. En je moet natuurlijk ook kijken, kunnen we zodanig de boeren ondersteunen
dat je dus dat zij kunnen blijven boeren en toch niet de natuur aantasten. Hoe wilt u dat gaan doen? En dat moet je dus door solidariteit doen, hè, want daar ging het even over. Mm-hmm. Dat moet je dus doen door ook als provincie voorzieningen te treffen voor boeren om de problemen mee op te lossen. Dat moet je samen met de boeren doen, samen met natuurorganisaties, samen met allerlei andere organisaties die betrokken zijn bij deze problematiek. En dan kun je samen kijken hoe je het probleem zo oplost dat boeren goed kunnen boeren met een goed inkomen. En dat we evengoed de natuur gaan sparen en ook kunnen gaan verbeteren. Dus geen, en daar heb je geld voor nodig. Okay.